In de vorige episode hebben we het magazijn gemaakt. En dat magazijn dient als opslag van de Minecraft blocks. En omdat we de modpack Create spelen, wil ik een storage slash workshop voor de Create modpack. Ik heb maar een kleine plaats hiervoor door de haven en de straat achter mij. Maar we gaan wel iets verzinnen. Voor een beter beeld te krijgen hoe groot het gebouw kan zijn, ga ik eerst de haven doortrekken. En ik heb het nu al een deel verder getrokken en dat ziet er wel beter uit. We gaan nu eerst de blokken verzamelen voor de vloer verder af te werken. De vloertekening van het nieuwe gebouw lag mij niet echt, dus dacht ik, laat ik dat maar eerst wegdoen. En straks iets nieuws proberen. Oh, ah, mijn oren. Waarom moet ik meeluisteren? Hoor je dat? Waarom moest ik meeluisteren? Dat is zo leuk, hè. Dat is gewoon leuk dat het is als ik gewoon mijn headset afdoe, hè, en ik doe niets bij de mic. Met de haven die ik doorgetrokken heb, heb ik een beter beeld hoeveel plaats ik wel degelijk heb. Het Create-gebouw gaat uit twee buildings bestaan. Dit zijn de storage gedeelte. Dan heb ik een doorgang hier tussen. En dan het tweede gebouw wordt de workshop. Ik heb wel deze straat hier, dus zou ik best weggaan van de straat en dan terugkeren. Hier ben ik niet echt zo trots op. Ik ga gewoon deze blokken hier eentje naar achteren doen, dat gaat er beter uitzien. De shape is al veel beter. Deze mogen wel weg en dan kan ik ook plaats maken voor eigenlijk een tunnel, het is een overdekte doorgang, te maken. Als ik er zo naar kijk, ben ik best wel trots op mijn building. Nu mag ik wel in creatief gaan voor een design te maken hiervoor. Zo, de haven is nu ook gerandomized en ik heb ondertussen ook weer lampen bijgeplaatst die automatisch aan en uit gaan. Het design is gemaakt achter een dag struggelen hierover, maar we beginnen met een stripped oak wood border op het eerste gebouw. Dan gaat hier de ingang komen van de workshop en gaan we nog 7 blokken omhoog bouwen met de bricks. We gaan ook plaats maken voor windows. Deze laag komt 4 hoog. En zo, hier zijn we met de eerste verdieping. En vanaf hier is het nog een keer 4 blokken omhoog bouwen. Ik kreeg ook het idee om een doorgang te maken van de workshop naar de opslag. Er komen ook mooie raampjes dat je kan kijken wie er door de tunnel gaat. En als ik kijk van een afstandje, ziet het er al heel goed uit. En we gaan nu doorskippen tot ik custom blocks heb toegevoegd erin. En we zijn de volgende dag en ik heb nieuwe blocks in toegevoegd en het ziet er zoveel beter uit. Bovenaan sanded bricks, dan tiny bricks bricks en small bricks bricks. En vraag mij niet waarom dat het 2 keer bricks in het woord staat. Like, what? Ja, het is tijd om de roof erop te leggen. En deze keer gaat het geen schuin dak zijn. Maar gaan we een plat dak maken. Omdat ik dat wel, denk ik, thuis vind horen op zo'n building. Qua blokkeuze blijven we met hetzelfde. We gebruiken de Scorsia. Scoria of Scorsia. I don't know, man. Echt, seriously. Het is like om de 3 dagen dat ik regen heb in deze wereld. Dus echt niet normaal. We gaan een keer omhoog bouwen en kijken wat we ervan vinden. En het ziet er prachtig uit, al zeg ik het mezelf. Alleen ja, nu is het een beetje een platte rand zo. Daar komt wel nog een aanpassing aan. Ik ga gewoon een kleine edge aan toevoegen.
Frameblocks zijn echt handig. Ik kan hier gewoon frame vertical halfstairs voor gebruiken. En het ziet er bijna clean uit. De rest is simpelweg gewoon opvullen met frame slab edges. Oh no, ik heb maar 3 scoria niet meer. Ja, wel een beetje soul sand gaan verzamelen, hè. En zo, het is opgevuld en ik vind het er goed uitzien. De edge ziet er wel nice uit. Het is natuurlijk wel raar altijd met een plat dak op een building, maar ik vind het wel passend bij de stijl, dus ik ga ermee moeten leven. En het gaat over het totaalplaatje. Het komt wel goed. Maar nu eerst kijken voor dat wandelpad richting het magazijn af te werken. Omdat het niet op de lijst komt van ding dat ik vergeten ben. En het wandelpad is nu afgewerkt richting het magazijn. We gaan door de tunnel. We komen bij een zebrapad. Een klein trapje die richting de ingang gaat van het magazijn. Ondertussen heb ik de straat ook heel wat aangepast. Of de oprit tenminste richting het magazijn. Dat ik meer plaats heb aan deze kant. Voor nog boompjes of whatever. Aan deze kant van het gebouw ben ik nog niet zeker wat ik mee ga doen. Ik wil misschien nog een gebouw hier zetten. De straat naar links laten lopen. Maar het gaat wel alleszins een schuin gebouw moeten zijn. Want ik heb geen plaats daarvoor anders. Maar dat zijn zorgen voor later. We gaan nu eerst beginnen met het tweede gebouw te plaatsen. De Create Storage. Ja, blokjes zijn verzameld. Dus we gaan maar een keer beginnen. Nee. Om verandering te hebben, gaat dit ook een grijs gebouw worden. Waardoor dat het wel gaat uitstaan in vergelijking met de rest van de buildings die red scaled zijn. De corners maken we met de Tiny Brick Bordered Stones. Aan de ene kant houden we 12 omhoog en aan deze kant houden we er 11 omhoog. Dus hier gaat de roof een kleine slope hebben. Pilaren zijn gemaakt, dus we gaan de muren beginnen opvullen. De onderste laag doen met stone bricks. Ik zit hier wel met een probleempje, want ik heb hier de tunnel. En als ik hier stone bricks zet, zie je dat van binnenuit. Dus gebruik ik frame panels voor eigenlijk een dubbele wandtem. Wat dat echt zo chill is. Stone bricks zijn nu in plaats. En voor deze verdieping af te werken, gaan we laid stone bricks gebruiken. En zo, de eerste verdieping is afgewerkt. Nu gaan we naar de tweede verdieping. De tweede verdieping maken we 4 hoog. Aan de voorkant laten we gat tussen, want daar gaan we nog iets mee doen. En de rest mogen we eigenlijk gewoon opvullen. Daarop komt er dan weer 1 laag stone bricks. En als we een stap achteruit nemen, ziet dat er alweer veel beter uit. En hier gaan we dan voor de laatste verdieping. Deze keer gaan we met clay. Waarom? Ja, ik had zoveel moeite met het design van dit gebouw omdat het veel te grijs was. Dit is een lichtere vorm van grijs en ja, het werkt, het werkt. Ik was eerst onzeker of dit wel ging passen, een grijs gebouw tussen al deze rode gebouwen, maar eigenlijk is het beter dan verwacht. Moest alles rood zijn, ging het te zijn en het is schande dat er een andere kleur tussen komt. Maar goed, in het midden zien jullie al deze hang en ik vermoed dat jullie wel weten wat dit gaat worden. Dus we gaan ook direct de bloks gaan halen ervoor en we gaan eraan beginnen. Ja goed, ik heb mijn materialen verzameld en we gaan beginnen met het redstone gedeelte. We gaan hier een lever plaatsen aan hierheen. Dan voor de redstone erachter hier een torch met een blok die dan deze gearshift powert. Dus als we dat gaan testen, zie je dat die werkt. Voor de onderste lever plaatsen we hier dan 3 redstone dust. Een blok met daarop een redstone torch met nog een blok op en daarop nog een redstone torch. Deze 3 blokken halen we weg en veranderen door een case chain drives met een handcrank erop. Dan nemen we de gantry shafts en houden ze alle 8 plaatsen tegen de gearshift. We hangen er een gantry carriage er tegenaan met een rope pulley. Met een platform voor de goederen omhoog en omlaag te zwaaien. Met superglue hangen we dat dan allemaal aan elkaar. Juist wat extra decoration aangehangen en dat ziet er wel goed uit. Als we dat nu willen proberen, moeten we maken dat deze lever zo staat. Ja, en dan gaat de rope omhoog. En dan moet ik deze lever switchen. Ik moet wel nog uitzoeken hoe dat het precies werkt. Maar het komt dus naar ons toe.
Prachtig. Roleplay-wise is dat wel nice. Je kan dan zo de items van het platform halen en de storage steken of zoiets. Maar goed, we gaan nu beginnen met machines. En de eerste machine is voor precision mechanisms te maken. Hierboven heb ik 3 draaierslaves die dan deze machines supplyen. We beginnen met 3 volts te plaatsen. Encased chain drives voor dit te poweren. Deze moet wel omgekeerd, zodat de power van onder komt. We gebruiken deployers voor de 3 verschillende items te plaatsen op de golden sheet. Een vertical gearbox met een shaft die dan deze conveyor belt powert. Een funnel die in de vault gaat en een andere funnel die ze weer output. Een hopper voor de sheets in te steken en een chute voor ze in de storage te steken. Daarna gaan we ook fans maken dat we geen ovens moeten gebruiken. Ik heb dit kleine design gemaakt waar je de lava en water boven plaatst en dat de fans lucht trekt naar beneden. En dat ziet er goed uit. Ook plaats ik hier een mechanical press, waarvan dat de power weer van beneden komt. En dat ik aan de rechterkant weer fans kan plaatsen. Dan heb ik een klein muurtje voor de trap af te scheiden. En ik heb genoeg plaats voor de fans te plaatsen. Soul sand voor blue fire en dan onderaan normal fire. Ik moet dan gewoon de items hier links in gooien. En als ik al een keer kijk naar deze ruimte, het ziet er al heel goed uit. Kan wel nog plantjes en al gebruiken. Maar dat is een latere stap. Nu, we gaan beginnen met de power voor deze fabriek. We hangen allemaal chefs naar beneden van de gearboxes. En dan houden we dat verbinden met conveyor belts aan elkaar. Voorlopig heb ik nog geen steam engine. Dat is voor een volgende episode. Maar ik heb wel alleen ontworpen en ik vind hem best goed gelukt. Maar goed, deze belts hangen we aan elkaar door encased chain drives. Dat is zo'n handig item. Denk Simon dat ik dat kon gebruiken. Oké, voorlopig gebruiken we waterwielen met een rotation speed controller. En dit werkt. En kom ik hier nog gearboxes plaatsen. De fans hier werken wel de correcte richting. Voor de eerste machine nu af te werken, gaan we nog smart observers toevoegen aan de chutes. Die detecteren als er een item in zit. Dan gaat het redstone signaal aan en gaat er geen meer doordrom. Als we dat dan een keer testen in een gold sheet, zie je dat het werkt. Ik ga het er eerst van halen voor in de filter te plaatsen. En plaats het terug op de lijn. En normaal mag enkel de incomplete mechanismen in deze vault gaan. En dan terug eruit gaan voor de loop opnieuw en opnieuw te doen. Tot als het klaar is. En dan gaat het in de chute. En zoals je kan zien, ik heb een precision mechanisme gekregen. Het is niet de bedoeling dat het op de grond valt. Dus gaan we hier een draar controller safe plaatsen. Het automatisch insteken van items. Gaan we nu afwerken met funnels te plaatsen. Met een filter. Iron nugget, small cogwheel en een large cogwheel. En er mag er maar 1 iedere keer uitkomen. En zoals je kan zien, er zitten nu wel iron nuggets 23 in. Het redstone signaal is aan en er worden niet meer gedropt. Dus dan gaan er niks van items despawnen. Tweede automatische machine die we maken is een die automatisch items gaat millen voor ons. Een chest met een hopper erop. Een chute en weer een observer die het detecteert met een drawer. Waar er een funnel aan hangt die de items output. En zoals je kan zien, het werkt. Allee. Ja, het werkt. Nice. Als we nu in de storage building naar helemaal boven gaan, heb ik daar een ruimte dat ik nog niet echt wist wat ik ermee ga doen. Maar dit wordt eigenlijk de schematic room. Waarom plaats ik dan TNT? Wel, het werkt met een kanon. Schematics. En kan je zeggen, kanon heeft TNT nodig om op te blazen. Dus ja, vandaar het design. En deze minicubes zijn zo nice. Maar goed mensen, ik heb redelijk wat progress gedaan eigenlijk. Ik heb zoals heel het gebouw afgewerkt. Dus we gaan beginnen met de storage building. Als we dan binnenkomen door de deur, is dit de storage room. Hier heb ik draar controller slaves die geconnect zijn met mijn storage. Die helemaal daar staat. Die iron, gold en copper heeft. En hier de storage. Alle meest voorkomende items volgens mij. Dan hierboven een kleine shelf met items erbovenop. De controlekamer. Na de schematic ruimte. Zie je al heel mooi een poster van het Ocean Monument. Ik vind het wel een easter egg, zoiets, die in mijn base hangt. Maar goed, als we verder komen, zie je een mooie desk met storage. De TNT en de cannon zelf. Een toolbox en ja, een shelf, een mooie stoel om op te zitten. Richting de workshop heb je hier een paar bloemetjes die je verwelkomen. Dus deze machine kennen jullie al. Ik heb er 1 bij gezet. Dan heb ik hier een automatische mixer bijgezet die de items output in deze chest. Hier heb ik een source of fuel als ik het nodig heb voor de blaze burner. Als ik het niet nodig heb, ja, het staat hier gewoon als extra. En aan deze kant een mechanical press die in een basin gaat. Volgens mij is dat voor industrial iron te maken. Dus dat heb ik ook staan. Als we dan terug naar beneden komen, is er eigenlijk niet veel aangepast. Buiten een paar bloemetjes en lampjes hier en daar. Anyways, hierbij kom ik weer bij het einde van de video. Ja, vond je deze video nou leuk? Laat het weten door te liken en te commenten. En laat ook een subscribeje achter.
En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Goodbye.